Jomis. Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty Infinite Warfare video hier natuurlijk op mijn kanaal Ras Gaming. Zoals jullie kunnen zien zitten we hier natuurlijk weer in de Quartermaster. Oftewel de plek waar jij supply drops kan openen. Wat wij vandaag gaan doen is we gaan natuurlijk weer supply drop openen en proberen daar een wapen uit te krijgen. Met het wapen dat we uit de supply drop krijgen gaan wij een potje spelen. Dus vind je dit een leuk? Ram natuurlijk zijn kaart op lijn. Maar sowieso bedankt allemaal voor het intunen. Bedankt voor het kijken. En dan gaan wij checken wat voor wapen of wat voor titel of wat dan ook we in de beta van Infinite Warfare kunnen krijgen. Dus, we openen een rare supply drop. 30 keys kost dat. Ik heb 73 keys in totaal. Dus ik hoop dat er een wapen in zit. Boom! Een uniform, een salvage en een titel. Oké, we krijgen nu salvage bonus. En met die salvage kan je natuurlijk weer wapens kopen. Dus dat is sowieso wat chill. Maar we hebben een nieuw titel. Dus we gaan er nog eentje openen, want ik heb nog wat keys over. Dus let's go. Kom erop. Beter krijg ik er een wapen uit. Als word ik boos. Tada, 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 tada. We hebben de type 2 Butcher gekregen. Dus daarmee gaan wij een potje spelen. We gaan heel veel snel kijken natuurlijk wat dat voor wapen is. Want ik heb sowieso een type 2 aanstaan. Maar wij hebben een Epic gekregen. En het is een type 2 Butcher met daarop een 87. Wat inhoudt dat er een alternatieve fire mode op zit. Dat de Akimbo versie van dit wapen vuurt als een shotgun. Geen flauw idee wat het is, maar daar gaan we achter komen. En we hebben nog readiness erop staan, wat inhoudt dat reload faster when the magazine is empty. Dus we kunnen sneller reloaden op het moment dat het magazijn helemaal leeg is. Dat is sowieso natuurlijk ook wel chill. Dan pas ik heel eventjes één dingetje aan, want dan hoef ik dexterity, heb ik die aan? Nee, we hebben pinpoint, hardline, tracker, ghost en blast shield aanstaan met daarop de perk of de attachment stok en foregrip. Dus hiermee gaan we Team Deathmatch potje joinen. We hopen dat we een goede score kunnen gaan neerzetten. Dus ik hoop jullie ook te gaan zien in het potje. Zoals je kan zien jongens, zijn wij in een Team Deathmatch potje gekomen. We hebben de F en of de type 2 aanstaan. Maar we gaan natuurlijk kijken of we met deze Butcher goed kunnen spelen. Dus teammates, als jullie er klaar voor zijn, ben ik er ook klaar voor. Ik ga meteen naar het midden van de map. Ik zet meteen die Akimbo versie, de shotguns aan. We hebben 7 om 7 kogels. Dus dat is sowieso een verschil. Holy shit! Oké, ik heb meteen een dubbel kill ermee. Ik vind het helemaal goed. Ik ben nu al blij. Ik heb meteen een dubbel kill ermee namelijk. Dus dat is goed. Teammate loopt naast een enemy, vriend. Dat is niet echt de bedoeling. Zo. Nou, ze schiet ook precies als een shotgun. Dus ik ben blij. Ik ga ze nog een keer pakken, want dit ding is een chill. Oh shit, volgens mij is er een enemy achter me. Ja. Zo, dat is lachen, jongen, deze. Dit is serieus lachen, jongen. Wat er nu op staat. Het is wel raar, want je hebt dus nu eigenlijk een assault rifle. Je hebt dus nu eigenlijk een assault rifle en een... Moet ik even nadenken. En een shotgun vast. In plaats van een... Goed zo, teammates. In plaats van een... dan moet ik even nadenken. In plaats van een assault rifle en een Akimbo versie daarvan. Dus het is wel eventjes wennen. Maar het is wel super briljant. In mijn rug, in mijn rug, in mijn rug. Ik heb even een wapen van de grond afgepakt, want ik had was out of ammo. En ah shit, goede kill vriend. En helaas is het zo dat ik geen scavenger of iets aan heb staan. Dus als ik eenmaal out of ammo ben, dan ben ik lul. Je gaat wel super snel out of ammo dus. Als je deze shotguns gebruikt. Dus dat is wel een nadeeltje. Oh, en je moet heel dicht bij de enemy staan. Anders ben je ook de lul, dus ja. Misschien moet ik ze niet te veel gaan gebruiken. Want dan ben ik best wel hard te shaak namelijk. Dus ga ze niet te veel gebruiken. Kijk, op dit moment kan ik er wel gebruiken, want er zit hier een enemy. Uh-oh. Oh, what the fuck? What the heck? Ik had opeens mijn vuist vast. Dat was niet de bedoeling. Ik had opeens mijn vuist vast, joh. Dat wou ik dus eigenlijk niet, hè. Maar oké, maakt verder niet uit. We hebben het overleefd. Oh, daar gaat het uiteindelijk om. Maar ik moet even niet te veel die shotguns gebruiken. Want nu hebben we het natuurlijk nieuw. Wat super cool is. Alleen dan ga ik het hele tijd mee rondrennen. En als het iets niet handig is om te doen. Is als je iets nieuws hebt om het de hele tijd. Maar dan krijg ik de hele tijd te gaan gebruiken. Dus dat ga ik ook niet doen ook. Ja, jij bent geowned, vriend. Ik weet niet wat je deed, maar het was niet zo handig van je. Enemy UAV in your vicinity. Ah, ik wist dat er eentje zat, joh. Het komt er iedereen achter me. Ik heb aanstaan dat als een enemy op mij inzoomt, dat de witte strepen in mijn beeld komen, maar zo te noemen. Dus
Als iemand op me inzoomt, dan weet ik dat. Of als iemand op me richt, weet ik dat. Ah, waarom schoot ik die mis? Shit, man. Ik heb wel mijn scoortjes weer. Scoortjes. Kom er maar in, jongens. Komt u maar. Deze gaan raken. Deze gaan kaart raken. Ja hoor, één kill. Liefde specialist. Ah, what? Ik weet niet wat. Ja, precies, ja. Dat. Ik denk dat jullie dat wel snapten. Dat, ja. Dit wapen is bij hem echt mega chill, jongen. Dan ga ik niet eens proberen dat te raken. Hij is toch langs me gevlogen of gereden, dus. Ga je hier komen? Ja, hij komt hier, let op. Ah, oh, goede kill, man. Goede kill. Hij zag me er naartoe springen, zag je het? Je zag het heel eventjes in de killcam. Dus hij wist al dat ik daar liep. Zo, ik weet niet waarom hij niet om me schoot, want hij had me makkelijk moeten zien, maar... Ik vind het niet erg. Oh, shit, komt er hierin. Wacht, ik pak mijn Akimbo. Ik weet niet of die gaat komen, hoor. Ik heb nu mijn shotguns vast. Ja, ze lopen hierboven, Dat is één. Oh, shit. Lekker. Oh, oh. Oh my god, ze zijn echt chill, jongen. Ik zweer het je. Alleen je bent heel snel ermee out of ammo, dus dat is echt een groot nadeel, hoor. Echt een heel groot nadeel. En what the fuck, hoe heb ik dat overleefd dan? Oh, oké, okay, dan ben ik dood. Die granaat lag letterlijk in me en ik ging er niet door dood. Maar ik vind het niet erg, want ik heb het overleefd, dat, hoor. Dus mij hoor je natuurlijk niet klagen. Ah, jammer. Goede kill van je vriend. Hij is een specialist. Ik was in één keer neer. Of ze komt met Rick. Ik zeg het zo vaak verkeerd, jongen. Shit, man. Ik moet het echt even leren. Specialist is combat, Rick, Jan. Komt ervan, als je een jaartje Black Ops 3 hebt gespeeld, dan gaat dat niet zo soepel. Lekker teammate, goede kill van je, jongen. Hier zit er nog een boven. Lekker teammate, goede kill van je, alweer. Het gaat lekker met jou. Hier heb ik. Ik heb een UAV, die roep ik even in, zo. Ze lopen hier volgens mij allemaal binnen nu, dus... Die is neer. Die is ook neer. Oh my god, ik had een triple kill, dat sowieso, maar ik wist niet dat er nog één achter stond. Dat er staan er drie, dat is meer dan genoeg. Maar er stond nog een vierde ook, joh, die had ik niet zien aankomen, die had ik niet verwacht. Blijven heel veel staan, ze lopen er, komt er nog één aan, let op. Dat wist ik, jongen, even reloaden. Uh-oh, ik heb gemist. Lekker, ja, we hebben gewonnen, let's go. 33-9 met 4 assists en een 3,67 kill death ratio. Die shotgun versie hiervan, als je driehoekje houdt ingedrukt, jongen, is me nog chill. Niet normaal. Dus ja, dat is lachen. Je moet wel heel dichtbij staan. Anders kan je de kill natuurlijk niet oppakken. Maar ja, we hebben lekker potje gespeeld. We staan eerst 33-9 als eindscore. En ik hoop dat jullie hebben genoten. Als je het genoten, mensen, ram natuurlijk zo'n kaart op like. Bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor het intunen. Abonneer op mijn kanaal voor meer Call of Duty Infinite Warfare en andere games. En tot de volgende keer. Bye bye, mensen.